Rufus Wainwright, Kees van Houten, Frank van der Linden, Jack de Vries, Marieke Stellinga, Jort Kelder, Jan Mulder, Chef Special, Lotte Hofmeester, Vins Hofmeester, Frans Hofmeester, Roberto Tan, Pieter Derek Staat, en je Prem Radakishoen. Dit is De Wereld Draait Door. Chef Special, de week draait door met de inmiddels wereldberoemde Lotte en Vins en hun vader Frans Roberto Tan over de jarige Cruijff en onze stand-up comedian Pieter Derks tot slot. Ik begin natuurlijk met de familie, met Frans, Lotte en Vins. Frans, jij bent beeldende kunstenaar. Ja, klopt. En jij dacht ooit, toen jouw kinderen geboren werden, ik ga ze elk jaar filmen. Ik ga ze elke week filmen. Elke week, neem ik wel, ja. Ja, precies, ja. En dan... Ik ben eigenlijk begonnen toen Lotte 2 weken oud was, maar ik vond er zo'n groot verschil tussen 1 dag oud en 2 weken oud, dat ik dacht een paar dagen later van, ik zie weer verschil. En ik ontwikkelde een soort ritme van iedere week. En dat werd een montage toen Lotte 1 werd en toen ze 2 werd en 3 werd. En toen werd Vins geboren, dan kon ik natuurlijk niet achterblijven. En zo ontwikkelde zich rond iedere verjaardag een mooie montage. En dat kan je binnenshuis houden? Ja. Zo niet gedaan, want het is inmiddels 4,7 miljoen keer bekeken. Op Vimeo is het 4,7 miljoen. Ja, Vimeo, dat is een soort YouTube deluxe, want de kwaliteit is beter. Ja, en op YouTube zelf bijna 1 miljoen keer. Dus in het geval van Lotte, Vins loopt iets achter, maar die trekt een beetje bij. Lotte loopt voor. Vind je het vervelend, Vins, of niet? Ja, soms wel, maar niet. Ja? Begrijp je het wel dat je zusje voorloopt? Ja, want zij was er ook natuurlijk eerder op gezet. Zo is het ook, zo is het ook. Ze stond er veel langer op. Hebben jullie daar plezier aan dat dit zo'n succes is? Nou ja, deze week is het wel heel raar. Want? Omdat het, we hebben het heel druk. En waarmee? Allemaal media komt op ons af. Ja. En het filmpje is natuurlijk heel vaak bekeken. En ja, dat is wel heel raar, maar ik vind het wel heel erg. Moeten jullie al op tournee naar Amerika bijvoorbeeld? Nee, dat niet. Nou ja, ik vraag het omdat Jay Leno, talkshow host, CNN. Ja, CNN. We zijn 3 keer op CNN geweest. Ik was gisteravond live op via Skype. En 5 minuten later meldde ABC zich, want die wilde dit natuurlijk ook. En de Japanse televisie gaat het binnenkort uitzenden, ZDF. Het staat in bladen in Australië, Latijns-Amerika. Zit het ook een beetje zo naar de dijk? Ja, kijk, toevallig werd ik vanmiddag door YouTube zelf gecontact. Ze draaien het al om. Van we willen misschien wel wat meer met jou. Dus, laten we even kijken naar de... Dat is natuurlijk wel ook leuk. Hè? Ja, heel leuk. Want je gaat door, neem ik aan, of niet? Ja, tot Lotte het huis uitgaat. En Vins hebben we afgesproken. Ja, maar misschien als je het huis uitgaat, kom je 1 keer per week terug. Ja. Ja, als je een wereldster bent, ben je een wereldster. Het is maar het begin. Ja. Op een gegeven moment sta je op, waar sta je? Madison Square Garden, Moskou, Tokio. Nou, ik hoop de lange versie misschien een keer in een galerie of een museum te vertonen. Want er is natuurlijk een 30-minuten versie waarin ze ook gewoon te horen is. Waarin ze en Vins ook, waarin ze de verhalen vertellen. Dus, Nou, even kijken naar het succes in Amerika. Ja. When you see that internet clip that's gone viral of the father who videotaped his daughter every week for 12 years and you see her grow up, this is so touching. Take a look. Scrapbooks and photo albums are the norm for keeping track of childhood memories, but a Dutch videographer is taking a different approach. The Dutch filmmaker Frans Hofmeester compiled video of his daughter over the past 12 years of her life, and it's already gotten about 3 million views, fittingly ends with the caption, to be continued. Ja, wordt vervolgd. Jongens, heel veel plezier. Hebben jullie altijd zin in? Ja. Hebben jullie eigenlijk altijd zin in? Want als ik mijn dochters wil fotograferen, stel ze dus, papa, niet doen. Nou ja, soms niet als je ergens heen wil of iets te doen hebt. Ja. Maar meestal doe ik het wel. En doe je dan je haar in jurk speciaal, of niet? Nee, eigenlijk niet. Jij hebt geen jurk, hè? Rare vraag, hè? Ja. Mathijs, wat maakt het, ze zeggen, ik zat te twijfelen wat het zo aantrekkelijk maakt. Wat is het, Frans, wat denk je wat jij bent te maken, dat het zo aantrekkelijk maakt? Dat nou, ik denk dat de consequente aanpak belangrijk is geweest. Hetzelfde babytekentje als achtergrond wekelijks, dat hebben we bewaard. Ik denk dat het is voor het eerst gedaan, timelapse heet dit, met bewegend beeld, waardoor het eigenlijk nog meer binnenkomt. Het streelt je ziel een beetje. Ja. Het laat ook zien wat leven is, namelijk van 2 weken oud naar 12 of naar 0 in Vins' geval. En wat ontroert jou? Nou, ik wilde vooral me blijven herinneren hoe mijn kinderen er ook alweer uitzagen in bewegend beeld op deze manier. Ja. Heel veel mensen maken foto's. Kijk, dit is natuurlijk de meest gefotografeerde en gefilmde generatie aller tijden. En dat zal blijven doorgaan. Maar wat doen die mensen met al die foto's? In een mapje stoppen, kijken ze nog eens naar. Maar kunnen we nog wel echt kijken? Dat is...
ga zo door. Huh? Nog ja. Lekker lang. Ja. Umberto, Johan Cruijff werd 65. Ja. Dat hebben we bescheiden gevierd.